We zijn hier bij het Martini Ziekenhuis in Groningen dat dit jaar 25 jaar bestaat. En in het kader daarvan hebben ze een campagne gelanceerd, Samen voor de Beste Zorg. Onderdeel van die campagne is een tal lezingen. En deze ging over kinderen met een ernstige allergie en hoe zij vooral kind kunnen blijven. Het was deze keer een extra feestelijke lezing, want deze werd georganiseerd door het MAC, het Martini Allergiecentrum voor Kinderen. En dat bestaat dit jaar 5 jaar. Ja, dus toch even benieuwd of ze hier nog wat leuke dingen kunnen vertellen of interessante dingen. Nou, onze dochter heeft dus notenallergie. En we willen graag even weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Ik hoop natuurlijk eigenlijk gewoon zonder medicatie ooit bij dieren te kunnen zijn, want ik zelf ook gek ben op dieren. Dus dat zou perfect zijn voor als ik later zelf bijvoorbeeld een hondje zou willen of zo. Ik heb mijn ouders meegenomen. Die passen 1 dag in de week op. En nou, ik hoop eigenlijk dat zij goed geïnformeerd gaan worden. 10 jaar geleden ben ik ook geweest. En ik hoop dat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Het fijne bij zulke publiekslezingen is dat je van ervaringsdeskundigen hoort hoe zij hun aandoening of ziekte ervaren. En deze keer was dat Oscar, 12 jaar, samen met zijn moeder. Die vertelde hoe zijn voedselallergie ontdekt werd. Maar vooral ook hoe groot de impact is van zo'n allergie. Dat vond ik heel... Dat was voor mij echt nieuw, dat het dodelijk kan zijn. Dat had ik nooit bedacht achter een allergie. Nee, en dat is wat ik nu ook vaak hoor. Het verschil tussen een allergie en een intolerantie wordt vaak door elkaar gehaald. He, als ik melk binnenkrijg, kan ik ook last van mijn darmen krijgen. Nou ja, dat is dan een intolerantie. En dat is wat mensen dus heel vaak denken, ook bij Oscar. Een beetje melk is toch niet erg? Of neem anders kannenmelk. Het feit dat hij daar dood aan kan gaan, ja, en dat vind ik gewoon heel lastig. Van het multidisciplinaire team vertelde eerst Gerbrich, ze is kinderarts en allergoloog, over voedselallergieën, maar ook de nieuwste inzichten daarover. Dus geef kinderen vooral van jongs af aan pinda's, noten en dan natuurlijk in de gemalen vorm. He, maar zodra ze een broodje eten, ook pindakaas geven. Bijvoeding zo vroeg mogelijk starten, dus vanaf 4 maanden. Niet uitstellen wat we jaren hebben gedaan. Hebben wij ook geadviseerd, he. Wacht maar tot ze 2 zijn. We weten nu dat dat meer allergieën geeft. En juist het vroege blootstellen minder. Maar dat ligt in de preventie. En het genezen, nou, daar worden heel veel onderzoeken naar gedaan hoe dat kan gebeuren. Hopelijk, als we 10 jaar bestaan, kan ik daar een positiever verhaal over vertellen. Daarna kwam Irene aan het woord en zij is kinderdiëtiste. En zij vertelde hoe je voedselallergie kunt aantonen. Niet door middel van injecties, maar wel door het testen van kleine hoeveelheden. En die worden ontzettend lekker klaargemaakt in een bijzondere allergiekeuken. De bereiding van het provocatiemateriaal, daar hebben wij een eigen keuken voor. En dat is heel belangrijk, want het moet ook op een hele goede manier, op een bijna medicinale manier gemaakt worden. Zoals een apotheek werkt, zo moeten nu ook de koks in deze keuken werken. Daarnaast hebben we ook een allergeenvrije menulijn voor patiënten opgenomen hier met de voedselallergie. En die is vrij van 15 allergenen. Kinderarts Arvid die vertelde ons alles over luchtwegallergieën. Dat niet zomaar een hooikoorts is, maar dat je daar werkelijk ontzettend ziek van kunt zijn. Heel vaak horen we deze vraag. Kan het dan alleen optreden in het voorjaar of in de zomer? Nee, helaas is dat niet zo. En dit soort kalenders kun je inderdaad zien. Dat is een beetje afhankelijk van welke pollen je allergisch bent, maar dit zijn allerlei boomsoorten en hieronder grassen en kruiden. Maar dan ziet u eigenlijk al dat je eigenlijk het gehele jaar door geplaagd kunt worden door dit soort inhalatieallergenen. Als je dan ook nog een allergie hebt voor huisstofmijt, is er eigenlijk altijd iets in de lucht waarvoor jij allergisch bent en dus ook klachten kunt hebben. Verrekte vervelend dus. Om allergieën goed te behandelen, moet er ook bloedonderzoek gedaan worden. Jeroen die vertelde ons hoe dat in het lab eraan toe gaat en hoe ze daar eigenlijk vissen naar moleculen. Maar wat doen wij dus? Wij gaan vissen. Vissen naar dat ene IgE-molecuul. Dat doen we dus niet meer, zeg maar, met die reageerbuis, met de LMI's, de Markov. Dat is allemaal verleden tijd. Dat doen we nu gewoon met een heel mooi apparaat. Dat apparaat pipeteert voor ons. Dat analyseert voor ons. Ik vond het verhelderend. Ja, erg leuk. Ik vond het heel duidelijke verhalen. Ja, ik vond het heel interessant. En inderdaad ook antwoord gekregen op mijn vragen eigenlijk. Niet het antwoord dat ik eigenlijk zou willen. Omdat ik eigenlijk op zoek was naar misschien iets wat ik aan mijn dierenallergie zou kunnen doen. En dat is er eigenlijk gewoon op dit moment niet. Ik vond het erg interessant om te horen. Het was heel erg verduidelijkt, vond ik. Misschien komt het in de toekomst.